Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Christine. Er is gebleken dat rondom het hart van Christine heel veel littekenweefsel aanwezig is. Littekenweefsel, dat is stug, functieloos bindweefsel. Christine wil graag weten of ze ook invloed heeft op het ontstaan van dat littekenweefsel, want ze beseft als dat littekenweefsel omheen haar hart, dat stugge, functieloze bindweefsel rondom haar hart, wanneer dat uit gaat breiden, dat gaat niet echt goed zijn voor de conditie van haar hart, wanneer daar allemaal stug, functieloos bindweefsel omheen is, blijft en uitbreidt. Dus is de vraag van Christel, kan ik ook invloed uitoefenen, wellicht met mijn voeding, op het ontstaan van littekenweefsel? Dat is de vraag van Christel. Nou, Christel, omheen alle vitale organen en actieve weefsels in jouw lijf is bindweefsel. Dat wordt ook wel steunweefsel aanwezig. En in dat bindweefsel, in dat steunweefsel, zijn bindweefselvezels aanwezig, zoals de welbekende collagenevezel. Het is heel belangrijk dat deze bindweefselvezels, zoals die collagenevezels, in goede conditie blijven verkeren, want je bindweefsel, daar wordt niet voor niks steunweefsel genoemd. Het biedt steun aan alle vitale organen en actieve weefsels in je lijf. En wanneer dat steunweefsel in slechte conditie verkeert, dan hebben die organen, die actieve weefsels in je lijf, geen steun meer. En daar komen heel veel klachten uit voort. Stug, functieloos bindweefsel is dus niet goed, want dat is bindweefsel waar de bindweefselvezels, zoals de collagenevezels, zijn afgetakeld. Bindweefselvezels zijn namelijk vezels die zijn opgebouwd uit eiwitten. En die eiwitten die verliezen hun functie, zullen vervormen, denatureren, heet dat. Op het moment dat deze vezels te veel en te vaak in contact zijn komen te staan met zuren. Zuren zorgen namelijk voor het denatureren, het vervormen en daardoor ook functieverlies van eiwitten. Dus op het moment dat er te vaak te veel bindweefselvezels, zoals de collagenevezel, in je bindweefsel in contact komen te staan met zuren, dan zal stug, functieloos bindweefsel ontstaan, want wanneer die collagenevezels en de eiwitten waaruit die vezels zijn opgebouwd zijn gedenatureerd door contact met zuren, dan verliezen ze hun functie, kunnen ze geen steun meer bieden. Dat is dus bij jou aan de hand. Dat wil zeggen dat de bindweefselvezels in jouw bindweefsels te vaak, te lang in contact hebben gestaan met zuren. Nou, dus daar moeten we het over gaan hebben, want jij wil graag weten of je daarop van invloed bent. In jouw bindweefsels zijn bindweefselcellen. Dat worden ook wel fibroblasten genoemd. Je hebt ook fibroklasten. Fibroblasten zijn aanwezig in jouw bindweefsel. Dat zijn bindweefselcellen. In die fibroblasten kunnen, net als in alle andere cellen in je lijf, twee soorten processen uitgevoerd worden. K-
metabole afbrekende processen. Gedurende deze processen worden grote molecuulverbindingen opgenomen in deze cellen, afgebroken tot kleinere delen. En je hebt ook anabole opbouwende en herstellende processen. Gedurende dit soort processen worden in fibroblasten, bindweefselcellen, uit kleinere delen nieuwe molecuulverbindingen gevormd. Waaronder extracellulaire matrix. Dat is een mengsel van verbindingen tussen koolhydraten en eiwitten, glycoproteïnes, bindweefselcellen, fibroblasten, na vorming uit moeten scheiden naar het extracellulaire milieu. Vandaar heet het ook extracellulaire matrix. En wanneer dat goed is verlopen, de vorming van extracellulaire matrix. Verbindingen tussen koolhydraatmoleculen en eiwitten. En het uitscheiden van naar buiten die bindweefselcellen. Dan wordt voortdurend extracellulaire matrix aangemaakt en uitgescheiden door die bindweefselcellen. Die matrix, die glycoproteïnes, verbindingen tussen koolhydraatmoleculen en eiwitten, die zorgt voor het neutraliseren van zuren in jouw bindweefsel. Dat is nodig, het neutraliseren van zuren in jouw bindweefsel, om de zuren die daar voortdurend belanden, want die belanden daar voortdurend omdat er voortdurend afvalstoffen, dat zijn zuren, gevormd worden in je lijf. En die moeten dan uit de actieve weefsels en die belanden dan in de bindweefselsteunweefsels. Die moeten dan, nadat die daar zijn beland, moeten wel geneutraliseerd worden, onschadelijk gemaakt worden. Dat kan alleen wanneer bindweefselcellen, fibroblasten, goed in staat zijn om na uitvoering van katabole processen ook wel anabole processen uit te voeren. Want gedurende die processen, anabole opbouwende processen, worden uit kleinere delen nieuwe molecuulverbindingen gevormd. In het geval van de fibroblasten wordt dan extracellulaire matrix. Die verbindingen tussen koolhydraten en eiwitten. Dat goedje, dat mengsel van molecuulverbindingen dat voor het neutraliseren van afvalstoffen zorgt. Buiten die cellen. En die cellen moeten dus wel in staat zijn om dat goedje, die extracellulaire matrix die voor het neutraliseren van zuren zorgt. En daardoor voor het beschermen van de collagene vezels daar. Zodat die maar niet denatureren door contact met zuren. Die bindweefselcellen, fibroblasten, moeten dus wel goed in staat zijn om anabole processen uit te voeren. Die extracellulaire matrix te vormen, intracellulair, vervolgens ook wel uitscheiden, want extracellulaire matrix is buiten die cellen nodig om een afvalstofneutraliserend goedje daar te krijgen, wat bindweefselvezels zoals collagene vezels beschermt tegen zuren. Wanneer jij met littekenweefsel stug functieloos bindweefselkant, wat dus wil zeggen dat de collagene vezels en andere bindweefselvezels wel de eiwitten erin gedenatureerd vervormd zijn geraakt en hun functie hebben verloren, dan betekent dat die vorming van extracellulaire matrix en het uitscheiden van in en door fibroblasten bindweefselcellen niet goed verloopt, tenminste niet voldoende ten opzichte van het aantal zuren afvalstoffen wat daar belandt. Dat het niet tegen elkaar op kan boksen. Dus moeten we het gaan hebben over wat hebben fibroblasten, bindweefselcellen, nodig om
extracellulaire matrix goed te kunnen vormen. Dus die matrix, die verbindingen die het neutraliseren van zuren afvalstoffen mogelijk maken. En vervolgens ook wel uitscheiden naar buiten. Want de vorming in die cellen, daar schiet je niks meer op. Want het is buiten die cellen nodig om de collageenvezels die buiten die cellen aanwezig zijn te kunnen beschermen tegen zuren. En wat hebben die cellen nodig om die anabole opbouwende en de processen die nodig zijn om die extracellulaire matrix te vormen en vervolgens ook wel uitscheiden, uit te kunnen voeren. Anabole opbouwende herstellende processen, daar hebben cellen, alle cellen in je lijf en dus ook bindweefselcellen, fibroblasten, vocht en bouwstoffen voor nodig. Maar een heel aantal bouwstoffen is essentieel. Dat wil zeggen, van je lichaam kan geen enkele cel in je lichaam zelf vormen. Dus wanneer jij jouw invloed wil weten op het vormen van nog meer, het ontwikkelen van nog meer littekenweefsel, dan is dat de invloed die jij hebt op het vormen en uitscheiden van extracellulaire matrix door fibroblasten. En dat is de invloed die jij hebt op het aanleveren voldoende op tijd, compleet, steeds maar weer, elke dag van vocht en essentiële varianten van bouwstoffen. Want wanneer er tekorten heersen in vocht, tekort in essentiële varianten van bouwstoffen in je lijf, dan zijn alle cellen in je lijf, waaronder fibroblasten, bindweefselcellen, niet in staat om anabole processen uit te voeren, opbouwende en herstellende processen. Zijn die fibroblasten niet in staat om na uitvoering van afbraakprocessen, katabole processen, nieuwe verbindingen te vormen, zoals die verbindingen van koolhydraten met eiwitten, die extracellulaire matrix, die glycoproteïnes. Zijn die cellen niet in staat om dat te vormen, maar ook niet uitscheiden, gaan die extracellulaire matrix buiten bindweefselcellen enorm afnemen in heel je lijf? Zodat de bindweefselvezels in jouw bindweefsels, zoals de collagenevezels, ja, steeds maar in contact komen te staan met zuren die niet onschadelijk gemaakt worden omdat die extracellulaire matrix ontbreekt. En dan zal dus terug functieloos littekenweefsel ontstaan. Dat als antwoord op je vraag.